Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkiem en de Hogeschool Rotterdam voelen wij, wetenschappers, historici, geleerden, Rotterdammers, kunstenaars aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Onze gasten vandaag zijn Mitchell Isaias en Francio Guadeloupe. U ziet het, wij zijn niet Hasna Al-Maroudi. Ik ben namelijk Gijs. Ik ben Giovanni. Laten we beginnen. Dank allemaal voor jullie aanwezigheid. Fijn om weer een editie met publiek te hebben. Doet toch wel iets met de dynamiek. En we hopen ook dat jullie jullie getriggerd voelen om heel veel vragen te stellen aan onze geëerde gasten. Zoals Gijs al aangaf, Mitchell, jij bent antropoloog en medeoprichter van de Black Archive. Welkom en heel fijn dat je er bent. Je gaat zo meteen een college geven, delen met ons, met het Rotterdamse publiek. Maar voordat we van start gaan, we hebben je gevraagd om ons te vertellen over het werk dat je doet met de Black Archives en ook een college voor te bereiden over verzet. En een van de zaken waar jullie heel erg voor hebben ingezet is ook de bewustwording over de rol van zwart verzet. En zo werd de Surinaamse verzetsheld Anton de Kom in 2020 toegevoegd aan de kanon. Wat was jouw reactie daarop? Wat vond je daarvan? Ik was blij verrast. Ik zag toevallig hier achter mij de editie uit 2020 liggen. En de originele editie is in 1934 uitgegeven. Het is hem heel erg moeilijk gemaakt om überhaupt het boek gepubliceerd te krijgen. En om het vervolgens ook te delen met de mensen. Het is een zeer eervol leven, een heroïsch leven gehad. Omgekomen tijdens het verzet tegen de nazi's. Dat is de Tweede Wereldoorlog. Dus ik vond het een hele mooie vorm van postuum eerherstel voor de Kom. Ja. En zijn nabestaanden natuurlijk, familieleden die nog leven. Ja. Inderdaad. Nee, heel mooi. Maar ja, genoeg daarover voor nu. Mag ik je nu uitnodigen. The floor is yours. Wil je je college geven aan ons? Ga ik doen. Dank je. Alright, nou, ik zal wat meer vertellen over wat wij doen bij de Black Archives. En ik heb een aantal scans van beelden uit het archief meegenomen. Normaal gesproken laat ik ook wat beelden van het archief zien. Dat heb ik vandaag niet gedaan, omdat ik de vraagstelling wat anders had geïnterpreteerd, maar geen stress. Ik zal het proberen te schetsen met woorden. Maar laat me vertellen hoe het is ontstaan. En vervolgens zal ik wat verhaaltjes laten delen of laten zien in het kader van het thema van vanavond, verzet, in het bijzonder zwart verzet. Nou, hoe is de Black Archives ontstaan? Dat heeft voor een deel met mijn persoonlijke ervaring en verhaal te maken. Ik ben zelf geboren en getogen in Amsterdam, maar ik ben blij om hier te zijn, in Rotterdam. Mijn ouders komen uit Suriname, vrij grote familie. Oma had 15 kids, opa 16, intussen doorgeglipt. Die hadden ook weer heel veel kinderen. De reden dat ik dat zeg is dat ik de enige, of de eerste moet ik zeggen, in mijn tak van de familie was die op het VWO terecht kwam. En het was vaak het geval dat ik de enige donkere jongen in de klas was. Daarnaast viel het me op jonge leeftijd dat we relatief weinig leerden over het koloniale verleden, het slavernijverleden, wat sommigen Black History noemen. En dat viel me op, omdat ik vanuit huis wel het een en ander over meekreeg. Mijn moeder nam me mee naar Suriname, naar de Biek, vertelde verhalen over hoe het daar was en hoe het vroeger was. Dus het viel me op van, wat we op school leerden is niet hetgeen, of is niet het complete verhaal. Nou, ik ging door naar de universiteit. En ook daar vaak het geval dat ik een van de weinige donkere jongens was. En ik weet nog dat er in die tijd een hele toffe studentenvereniging was in Rotterdam. Association of Students of African Heritage, ASA, shout out daarheen. Maar dat misten we in Amsterdam. Dus ik dacht van, zoiets moeten we ook hebben, maar ik wil het toch ietsjes anders doen. Dus met een aantal medestudenten
hebben we de New Urban Collective opgericht. En dat was een vereniging van studenten en young professionals. Waarbij we enerzijds wilden kijken naar die geschiedenis die erg onderbelicht was in de curricula. In de samenleving breed eigenlijk. En anderzijds wilden we niet alleen bij het verleden stilstaan, maar juist ook jonge mensen empoweren, stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. Dus we organiseerden voor alles lezingen, debatten, jongeren, workshops, noem maar op. Dat ging goed. We zijn in 2011 begonnen. En een paar jaar later werden we benaderd door een aantal jongens, Jamal en Miguel Helbron. Hun vader heette Waldo Helbron en hij was socioloog op de UvA. Kwam zelf uit Suriname, deed veel onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden, was ook docent op de UvA, geloofafdeling sociologie of antropologie. Maar hij deed dus onderzoek naar het slavernijverleden, specifiek de plantage-economie in Suriname en het Nederlands-Caribisch gebied. Maar hij keek ook kritisch naar hoe geschiedenis wordt geschreven en gepresenteerd. Nou, dit thema heet History Matters en een van de boeken die hij publiceerde, het heette De Toekomst van het Verleden, stelde hij dat geschiedenis vaak wordt gepresenteerd alsof er een soort objectieve, neutrale, nationale geschiedenis is. En dat die nationale geschiedenis voeding geeft aan onze identiteit, dus hoe we naar onszelf kijken, maar ook naar de ander, wie wel bij de natie hoort en wie niet. Maar, stelde hij, die geschiedenis is niet zo objectief als we vaak denken. Integendeel, je kan geschiedenis eigenlijk zien als een soort reconstructie van het verleden. Het wil zeggen dat er keuzes worden gemaakt over welke verhalen we vertellen en welke niet. Wie we wel als nationale helden zien en wie niet. Wie wij, of welke termen we gebruiken. Denk aan de Gouden Eeuw. Ik las in het boek dat Frans heeft geëdit het verhaal van Witte de Wit, voor sommigen held, voor anderen een misdadiger. Ja, dus daar kon je op allerlei manieren naar kijken. En daar was hij dus heel kritisch over. Helaas is hij overleden. Hij heeft toen een hele grote collectie boeken nagelaten voor zijn zoons. En na verloop van tijd dacht ze van, laten we iets met die collectie doen. Dus wij kregen de kans om in een klein kamertje in Amsterdam-Noord iets met de boeken te doen. Ja, goedkope kast gekocht bij de IKEA. Boeken erin gegooid. En dat noemden we onze bibliotheek. En het mooie was dat je heel veel boeken kon vinden die je niet in de universiteitsbibliotheek of de OBA, of sorry, ik ben in Rotterdam, de openbare bibliotheek kon vinden. OBA's van Amsterdam natuurlijk. En we zagen dat er behoefte was. Kwam van alles op af. Jong, oud, zwart, wit. Was interesse. Maar we moesten helaas vertrekken na een paar maanden wegens gentrificatie. Er was onlangs nog een woonopstand hier. Dus jullie weten hoe moeilijk het is om ruimte te vinden. Dus we kwamen toevallig via via terecht in het pand van Vereniging Ons Suriname. Is iemand toevallig ooit geweest bij hun pand? Ja, ik zie een paar mensen hier en daar. Oké. Nou, het is een vereniging die bestaat sinds 1919. En ze hebben een pand gekocht in de jaren 90 toen het nog betaalbaar was. We hoorden dat ze ruimte hadden, we hadden geen idee hoe het eruit zag. Maar we kwamen daar aan en het was één grote rommel, kan je wel zeggen. Normaal laat ik een foto zien, maar ik hoop dat jullie me geloven. Dan ben je voor te zeggen, je komt ergens binnen en overal dozen, oude kassen, stoffig, noem maar op. Maar ja, we hadden ruimte nodig. Dus we hebben een deal gesloten waarbij we zeiden van, wij hopen jullie opruimen. Als wij onze boeken erbij kunnen gooien, dan is het een win-win situatie. In mijn achterhoofd dacht van, gooi lekker al die rommel weg. Okay, dat is een ander verhaal. Tijdens het opruimen kwamen we erachter dat er heel veel bijzondere materialen in die dozen verborgen lag. Dus ik zal een paar voorbeelden laten zien van documenten, foto's, etc. die we hebben gevonden in het kader van het thema van vanavond. En de eerste staat al hier op het scherm. Dit is, normaal gesproken vraag ik ook van wie herkent waar deze foto is gemaakt. We zijn in Rotterdam, dus zal ik het doen. Het is een foto gemaakt in 1963. Je ziet hier, 1863, Keti Koti, Frimoudé. Dit is een prachtige foto vind ik zelf, want je ziet een soort een mars, een stoet van mensen in traditionele Surinaamse kleding, kodomissies, een paar mannen strak in pak. En het was kennelijk dus een, wat we nu noemen, een soort biggie spiekri.
Ja, een herdenking van de afschaffing van de slavernij, ofwel Kitty Kotti. Maar zoals denk ik velen weten, is dat iets wat pas de afgelopen jaren, het afgelopen decennium, steeds meer aandacht krijgt. Hè. Dus de monumenten in Rotterdam, Den Haag komt er waarschijnlijk binnenkort eentje. Dus voor ons was het een enorme verrassing om te zien dat er kennelijk al in 1963 mensen al hiermee bezig waren. Dus ja, van de letterlijk verborgen geschiedenis, zo voelde het. Ook vonden we, ontdekten we mensen op de foto's die we herkenden. Bijvoorbeeld hier, en meneer Cox, die was actief in de arbeidersbeweging en in de anticoloniale beweging in die periode. Een ander voorbeeld is dat we hele bijzondere stukken vonden. Oude Ebony magazines uit de jaren 60, bijvoorbeeld eentje met Martin Luther King op de cover, een original. Ook boeken gesigneerd door bijvoorbeeld Langston Hughes. Iemand hoort van Langston Hughes wel in. Ja, ze bekende poëet uit de Harlem Renaissance. Sommigen noemen we ook wel de Beyoncé van de poëzie. Ja, zeg maar. Zo bekend was hij. En dus je kan je voorstellen dat toen we die boeken vonden van iemand die vrij bekend is, met notities erin, handtekening, dat was van wow, geweldig. Dus wij wilden natuurlijk weten van waar komt het vandaan, wie heeft dit verzameld. En door het rond te vragen, door research te doen, kwamen we erachter dat een deel van die collectie die we vonden, was verzameld door dit echtpaar. Ik zal de korte versie geven wegens de tijd. In het kort, Otto geboren in 1893, Hermie 1905 in Guyana. Hij in Suriname, de eerste generatie die na de afschaffing van de slavernij was geboren. Ze belanden allebei in New York, begin 20e eeuw. En om een lang verhaal kort te maken, werd hij de enigste zwarte medeoprichter van de Communistische Partij. Dan kan je afvragen, wat heeft deze man nou weer bij de Communistische Partij te zoeken? Nou, in die tijd waren de communisten een van de weinige politieke bewegingen die zich expliciet inzetten tegen imperialistische en koloniale onderdrukking. Dus waren er aardig wat mensen, dus ook zwarte mensen uit de kolonies, die dachten van, als wij ons aansluiten in die beweging of vanuit die ideologie, kunnen wij onze onderdrukkers, onze koloniale onderdrukkers, omverwerpen. Nou, vanuit dat idee hebben ze heel veel gereisd. Europa, Caribisch gebied, Zuid-Afrika. Ik heb het over de jaren 30. Zoals nog geen iPhone en Spotify en Twitter en zo. Maar ze hadden een internationaal netwerk. Nou ja, tijdens de oorlog gaat Otto naar Suriname, wordt anderhalf jaar vastgezet. Omdat hij werd gezien als gevaar voor de koloniale oorlog. Is hun collectie bij ons beland. En dit is de korte versie. Maar ik vond het een prachtig verhaal. Ik heb ook gekeken naar wat connecties met Rotterdam, want we zijn in deze prachtige stad van jullie. En een van de verhalen die ik vond, laat me trouwens weten als we nog 5 minuten hebben, want ik kan een beetje lang praten. Is dit verhaal, voor sommigen wellicht bekend. Dit is meneer Leo Leslie. Hij kwam de jaren 20, 30 naar Nederland om te studeren om arts te worden. Dus behoorde tot een van de weinigen die überhaupt die kans kreeg. Sloot zich ook aan bij die vereniging Ons Suriname en werd lid van de afdeling in Rotterdam. Ze hadden toen in verschillende steden afdelingen. Bijzonder aan zijn verhaal is dat hij Joodse mensen heeft helpen onderduiken op het Breeplein, dankjewel. Ik zeg zelfs Breekerkplein per ongeluk, maar het is Breeplein in een kerk op het Breeplein. Breekerk, dankjewel. Kijk eens. Dank voor de hulp. Zelfs zo'n bijzonder verhaal was oogarts, maar het verhaal is dat hij zelfs een Joodse vrouw heeft helpen bevallen door wat boeken te bestuderen over verloskunde. In het geheim, een vrouw die aan het onderduiken was en zo is een mooie baby ter wereld gekomen. Het tragische echter is dat hij ondanks zijn toch wel heldhaftige acties niet heel erg warm is behandeld, zou je kunnen zeggen. We vonden namelijk in stukken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, zie je dat hier, de BVD. Ze werden in de gaten gehouden omdat ze enigszins anticoloniaal waren. Uit Nederland is vertrokken naar Curaçao, omdat hij werd gediscrimineerd. Dat hij met racisme
te maken kreeg, ondanks die heldhaftige acties. Ander verhaal dat wij vonden in het archief heeft te maken met dit document. Ik kan je voorstellen, hè, we kwamen in die ruimte, openen doos, hadden geen idee wat erin lag. En dit was een van de meest in het oog springende documenten die we vonden. Stond namelijk op apartheid. Dus wij dachten van, oh, gaat Zuid-Afrika, weet je wel. Echter, toen we in het document bladerden, kwamen we erachter dat het niet over Zuid-Afrika ging, maar gewoon over Nederland. Het is namelijk zo dat in de jaren 70, toen een groot aantal mensen hier naartoe kwamen, de voormalige kolonie Suriname, voormalige Antillen, maar ook daarvoor mensen uit Turkije, Marokko, zogeheten gasarbeiders, dat ze niet altijd met open armen werden ontvangen. Integendeel, was er een bepaalde angst dat er zwarte wijken zouden ontstaan. Dus was er een nationaal en stedelijk beleid om de mensen zoveel mogelijk te spreiden. Want ja, je wil niet te veel vast in een bepaalde wijk hebben natuurlijk, hè? Dachten sommigen. Dus hier in Rotterdam was er zelfs een beleidsmaatregel. Dat noemde men ook wel de portiekwet of de portiekregel. Maximaal 1 buitenlands gezin per portiek. En maximaal 5% van bepaalde bewoners, buitenlandse bewoners, mochten Surinaam zijn. Dus puur op basis van de etnische achtergrond mochten mensen in bepaalde wijken niet wonen. Maar daar kwam men tegen in protest. Hè? Vandaar het zwartboek. Hè? Dus het was een document gemaakt om hier tegen in te gaan. Ik heb ook een mooie foto van het protest gevonden, maar die is niet in deze PowerPoint. Ander document dat we vonden met betrekking tot Rotterdam. Rotterdamse politie. Was tussen haakjes onze beste kameraad. Nou ja, je kan je voorstellen dat deze mannen daar anders over denken. Dus het laat zien, het is een artikel en er zijn meerdere artikelen die lieten zien hoeveel zwarte mensen van kleur met politiegeweld te maken hadden. Toen al, in de jaren 70. Gaan we meer naar het heden. De afgelopen jaren is er natuurlijk veel discussie en debat geweest over die erfenis van het slavernij en koloniale verleden. Ik zei net, ik heb nog niet alle artikelen gelezen of alle 3 boeken gelezen. Maar wat duidelijk is, is dat Rotterdam als stad, Rotterdamse bestuurders, persoonlijk betrokken waren bij dat mensonterende systeem. Honderden jaren lang. En die erfenis daarvan is nog steeds zichtbaar op allerlei manieren. Ik heb net een aantal voorbeelden laten zien van het etnisch profileren sinds de jaren 70 tot woningmarktdiscriminatie. Een ander voorbeeld daarvan is natuurlijk de populaire nationale traditie, Sinterklaas en zijn sidekick, de Zwarte Piet. Nou, er is de afgelopen jaar natuurlijk veel discussie over gehad, hoeven we niet al te lang over te hebben. Maar wat we ook proberen te doen is documentatie over die meer recente vormen van verzet verzamelen. Dit zijn foto's van protesten tegen Zwarte Piet in de afgelopen jaar, 2016-17. Ik was zelf ook aanwezig met eentje waarbij helaas een grote groep werd gearresteerd onterecht door de UO-burgemeester. Maar we zien vooruitgang. We zien dat ook hier in Amsterdam die figuur in afval bij de intocht is afgeschaft. En dat er dus stappen vooruit worden gezet. Als laatste, deze foto. Die reflecteert voor mij de groei van een stukje bewustzijn. De bereidheid om ook de straat op te gaan, je uit te spreken, je veilig genoeg te voelen om deze thematiek van die erfenis van het koloniale verleden, institutioneel anti-zwarte racisme, aan te kaarten. Het is een prachtige foto gemaakt bij de Erasmusbrug, toen er tienduizenden mensen de straat op gingen met de Black Lives Matter protesten in juni 2020.
En hoewel we er nog lang niet zijn, zijn nog vele uitdagingen, vele vormen van ongelijkheid en institutioneel racisme, heb ik wel enige hoop dat we stappen vooruit zetten, zolang mensen zich blijven uitspreken, zolang we dit soort onderzoek blijven publiceren en dit soort discussies met elkaar aangaan. Dus ik houd het hierbij van u en laten we met elkaar aan de slag gaan. Dankjewel Mitchell voor dit fantastische rijke college. Zoals ik al zei, werken wij samen met studenten van de ROC-instellingen hier in Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam, Albeda Zadkine Hogeschool Rotterdam. En twee van deze studenten zijn hier als delegatie vandaag aanwezig. En ik zou hen graag willen vragen om een vraag te stellen aan Mitchell. En ik begin met een vraag van Julia. Wat vindt u de belangrijkste hedendaagse trend in verzet? En hoe kunnen wij volgens u het best verzet tot uiting brengen? Trend. Het woord trend triggert iets bij me. Omdat het soms iets is wat ik me lichtelijk zorgen over maak. Dat activisme trendy wordt. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het iets best wel serieus is. En ik denk dat er soms een risico is dat wij, in het bijzonder een jonge generatie, millennials, die zijn opgegroeid in een tijd waarin het relatief makkelijk is om een grote groep mensen te bereiken. Je mening te geven via Instagram posts of op het internet, dat we denken dat daarmee dat het daarmee gedaan is. Door één keer bij een Black Lives Matter protest op de Erasmusbrug te staan en je vuist in de lucht te gooien, een mooie caption erbij te bedenken en vervolgens verder te gaan met je leven. Ik chasseer natuurlijk een beetje, maar dat is wel iets wat soms me wat vraagtekens bij stel. Zeker omdat we in zo'n archief werken. Ik had het net heel even met Franjo erover dat gisteren nog bijvoorbeeld een heel mooi gesprek heb gehad met een paar mensen uit de oudere generatie. Als je kijkt naar die mensen van dat apartheid zwartboek, die hadden geen internet. Dus als zij een petitie moesten lanceren of een actie moesten organiseren, moesten ze echt de straat op, letterlijk mensen vragen van hey, uitleggen waar je voor staat, weer je handtekening zetten, was veel meer engagement leek het soms op een bepaalde manier, wat meer commitment, omdat je misschien ook wat meer moeite moest doen om echt mensen te bereiken. En soms lijkt het wat vluchtiger door de technologie dat we hebben. Waardoor ik denk dat er meer uitgehaald kan worden. Dus het heeft voor mij twee kanten. Aan de ene kant kunnen we heel makkelijk en heel snel grote groepen mobiliseren. Die BLM-protesten waren ook binnen 2 dagen gedaan. Door een paar posts online te gooien, duizenden mensen gingen de straat op. Maar de vraag is, oké, wat is dan de stap verder? Wat is de strategie? Wat is de tactiek? Wat is de visie? En hoe vertaal je dat dan naar echt beleidsverandering? Dus dat is denk ik iets waar ik soms over nadenk. Dankjewel. Beide vragen daarmee beantwoord. Goed zo, dan gaan we voor een laatste vraag naar Brianna. Hoe merk je dat ook de jongere generatie getriggerd werd om door de werk van het van de Black Archives dieper in dit soort archieven te duiken en ook de geschiedenis daarvan? Jongere generatie. En voelt bijna alsof ik als het opa ben. Ja. Denk dan weer. Ik ben nu 33, maar. En ik besef dat er inderdaad al wat jongere mensen zijn. Een mooi voorbeeld vind ik Set Je In. Wellicht hebben jullie van gehoord. Er zijn een aantal jonge dames, 18, 19, 20, die tijdens die BLM-protesten een petitie hebben opgezet
om meer aandacht te geven aan het koloniale verleden en racisme in het onderwijs. En die hadden binnen een paar dagen meer dan 60.000 handtekeningen. Werd vertaald naar een motie in de Tweede Kamer. En ik zag ze toen optreden bij Pauw, TV, zo wel bespraakt. Ik dacht van wauw. Toen ik 18, 19 was ik niet met die dingen bezig. Was ik met hele andere dingen bezig. En dus dat vond ik heel inspirerend om te zien. En ik maakte net even die opmerking van ja, over trends en Instagram. Zeker bij die BLM-protesten, dat ik het zie als een risico. Maar ik wil het eigenlijk meer zien als potentie. Want het feit dat mensen daar staan en iets zeggen, laat me alvast zien dat hun bewustzijn is geprikkeld. En ik vond het vooral heel mooi om heel veel jonge mensen te zien. Ik was ook hier in Rotterdam, liepen van de Erasmusbrug naar Centraal Station, omdat de politie het voortijdig had afgebroken. In de opdracht van jullie burgemeester. Maar het was heel mooi om heel veel jonge, heel mooi om heel veel jonge mensen te zien. En ja, daar ligt denk ik de potentie. Ja, dat als we onszelf blijven educaten en ja, actief blijven, dat het zeker verandering mogelijk is in de toekomst. Dankjewel, staan we je vraag beantwoord. Ja. Dan zou ik graag ten eerste een heel groot applaus willen voor Julia en Brianna. Dankjewel. Ik wil eigenlijk samen met jullie nog een paar vragen stellen over het college wat je net hebt gehad. En dat gesprek gaan we zeker voeren. Maar we gaan eerst wel even naar een instart toe. En die instart die zegt eigenlijk ook wel iets over een bepaalde vorm van verzet. Waar ik niet te veel over zal zeggen, maar je zal daar... In de instart zie je Malik Mohamed. Hij is onderzoeker, ontwerper en hij noemt zichzelf ook wel hip-hop futurist. Ik denk dat we gewoon even naar de instart kunnen gaan kijken. En dan kunnen we daarna even erover hebben. Wat wij zeggen is, laat de bewoners aan de slag gaan. Want zij zijn de echte experts. En dan ga je zien dat de ideeën die zij hebben niet onderdoen voor zogeheten professionals. Het zal je verbazen. Als je bewoners de ruimte geeft, wat voor goede ideeën daaruit komen. De stad verandert snel. En dan vraag je je af wie er aan de tekentafel staat. Wie bepaalt hoe de stad eruit komt te zien. En wat wij proberen te doen is een lans te breken voor een andere manier van stedelijke ontwikkeling. Een andere manier van hoe de stad opgebouwd is. En dan kun je dat inclusief stedenbouw noemen. Maar voor ons is het gewoon ontwerpen vanuit de context. Dit is de context. Dit is hoe Rotterdam eruit ziet. En wat betekent het als je vanuit die stedelijke realiteit gaat ontwerpen? En dat werken vanuit die context, zou je dat een vorm van verzet kunnen noemen? Ik vind persoonlijk voor wat wij doen, voor onze praktijk, vind ik disruptie en het denken vanuit ontwerp veel interessanter. Omdat dat voor mijn gevoel proactiever is. Dat je die systemen, hè, Babylon, op een bepaalde manier ontregelt. En dat je vanuit die ontregeling nieuwe werelden probeert te creëren. En dat is ook wat hip-hop mij heeft geleerd. Ik ben een hip-hop baby. Is flip the script, weet je. Kantel het. Ontregel, doe iets anders. En vertrek vanuit je eigen context. Want verzet is nu populairder en dat is belangrijk. Het is belangrijk dat je een bepaalde massa creëert, dat zoveel mogelijk mensen bezig zijn met wat men verzet noemt. Maar de gevaar die daarin dreigt is dat het op een gegeven moment een doel op zich wordt. En als je, dat het performatief wordt en dat het draait om representatie. Zolang we maar de ruimte krijgen om ons verzet te articuleren, dat voldoende is. Dat is belangrijk, maar dat is een deel van wat er nodig is. Ik denk dat wat wij proberen te doen, is na te denken over die vervolgstap. Oké, maar hoe ziet die stad van de toekomst er dan uit? Ja, dankjewel Gio. En ik zou graag Francio bij het gesprek nu willen betrekken. Antropoloog aan de UvA. Fijn dat je er ook bent. En de eerste vraag is eigenlijk een vraag die zowel op de presentatie van Mitchell betrekking heeft als de instart van Malik. Omdat ze beide eigenlijk aangeven dat je ziet dat verzet of activisme in zekere zin populairder wordt. Hoe kijk jij daarnaar? Ben je het daarmee eens? Hoe kijk je daar echt naar? Goeie vraag. Je kan er niet mee eens zijn. Dus ik ben pro al dat activisme.
Als je het hebt over activisme, en dat is breder dan alleen maar verzet, dan heb je meerdere soorten activisme. En ik denk de vormen van activisme die gaan over een publieke sfeer waarin mensen kunnen praten met elkaar, dat dat ontzettend belangrijk is in een stad als Rotterdam. En ik denk dat het sowieso heel vaak gebeurt. Als laatste, ik heb ooit een boek of een essay geschreven, waarin ik eigenlijk keek naar de Rotterdamse kapperszaken. Want in die kapperszaken gebeurt er ontzettend veel. Daar wordt politiek bedreven. Daar leert men van elkaar. En ik denk dat we naar dergelijke plekken ook moeten kijken voor activisme, dat nogmaals breder is dan alleen maar verzet op straat. Frans, je had het net over activisme. Inderdaad, over activisme is breder dan alleen verzet. We hebben het hier vooral over verzet, over vormen van verzet. Maar een van die vormen is ook, kan je ook door muziek of door het voordragen. En daarmee maak ik een klein bruggetje naar onze volgende gast. Omdat hij is van Kaapverdiaanse afkomst. Hij heeft onlangs een voordracht mogen doen voor de president van Kaapverdië. En onze koning Willem-Alexander. En deze voordracht gaat hij ook met ons delen. Dus ik wil heel graag naar voren roepen onze creative spirit, Viera en Cozy. Get it, bro. Yes. Mijn vader is een voormalige zeevaarder, kwam naar Nederland als een van de eerste Kaapverdianen. Mijn moeder is een dame die hier vroeger ooit geraakte om te zwoegen voor een betere toekomst om het te maken. Zij ontmoeten elkaar hier in de 70er jaren. Ik ben een Rotterdamse kabo en daarom ben ik tweetalig. On je fiets, bap, schaal, trebbe, diploma, limbre, moet boe, stranger, boet in loete dubbel. Ik heb de normen en de waarden van de Rotterdamse straten gemengd in mezelf samen met Kaapverdiaanse. Finke pebo po courage, ik souris ne kare. Die woorden vertegenwoordigen dezelfde waarden als het oer-Rotterdamse geen woorden maar daden. Ik integreer, maar niet dat ik assimileer, maar roots afsfeer of vergeet waar het begint, noemke. Je hebt zo'n cebedo niet meer, vier het Cabo Verde, sin in klaufund, kom te fukken te vullen, simper. History matters. Dank jullie wel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van deze aflevering. Wil je alles nog eens op je gemak terugkijken? Dat kan op historymatters010.nl. Volgende week zie je deel 2. Mijn naam is Gijs Reijer. Graag tot de volgende keer. Ik geloof heel erg dat je creativiteit kan gebruiken om van negatieve of vervelende situaties toch iets positiefs te maken. Probeer een creatieve manier te vinden om toch in verzet te komen. Ik hoop dat mensen dat meenemen en ook gaan doen vooral. Net als de vogel van Zalkofa moet je weten waar je vandaan komt om te weten waar je heen gaat, toch? Dat geeft me een nieuwe lens om te kijken naar onder andere popcultuur hier zo, maar ook wat doe ik zelf en welke vormen van verzetten bezig ik. Rotterdam is de wereld. Rotterdam is Caribisch. Want het Caribisch is alles. Rotterdam zou dat moeten worden. Ik noem niet mensen wit. Je hebt witte structuren. Je hebt beige mensen en je hebt bruine mensen. Het zijn allemaal mensen.